India is een opkomende wereldmacht. Er is een tekort aan alles. Alles is nodig momenteel om deze economische groei te kunnen blijven stimuleren. India groeit in het algemeen 6-7% per jaar. Er zijn een aantal sectoren die een stuk harder groeien. Denk bijvoorbeeld aan de automotive industrie. Zeker nu bijvoorbeeld met de Tata Nano van 1.500 euro. Denk aan healthcare, denk aan real estate, denk aan retail. De IT-industrie is een van de grootste op aarde. Denk aan het bankwezen. En denk bijvoorbeeld aan telecom. Een bedrijf zoals Airtel in India heeft 100 miljoen subscribers. Als ik me niet vergis, melden zich 5000 nieuwe abonnees zich aan elke maand. Het bedrijfsleven is compleet klaar voor de transformatie. Ze zijn in staat om wonderen te verrichten in IT, in aeronautics, in eigenlijk elke sector die je maar kunt verzinnen. India momenteel opereert heel erg als Europa voor de eenwording. Waardoor eigenlijk staat tot staat verschillende wetten, verschillende belastingen worden gegeven. En soms zelfs importheffingen tussen staten wordt opgelegd. Het maakt het niet eenvoudiger om zaken te doen in India. Die gaan veranderen. Het staat op stapel. Dat heet de GST. Goods and Services Tax. Deze nieuwe belastingswetgeving zal op zichzelf al groei kunnen bewerkstelligen. Andere zaken die van belang zijn in India is het aanpakken van corruptie. We zien nu heel veel initiatieven waarbij het aanmelden van licenties online kan worden gedaan, waardoor dus er geen bureaucraten meer aan te pas kunnen komen. Dus ook geen bribes meer betaald kunnen worden. Als de overheid meewerkt en de economie hervormt, zal India als economie en als afzetmarkt even groot kunnen worden als Europa. Dat betekent dus als wereldblok op aarde momenteel hebben Japan, China, India, Europa, Amerika allemaal vergelijkbare grootte qua afzetmarkt. Hasadi, hasadi,